Twente laatste. En laatste kans om nog een beetje geloof te houden. Het publiek weet het. De spelers weten het, maar kunnen ze dat ook omzetten in daadkracht? En daadkracht zal er ook wel zijn. Verkrampen ze niet. Kunnen ze het doen zoals ze dat bijvoorbeeld de eerste helft deden in Den Haag. Met nu de steun van het eigen publiek. Maar ook de wetenschap dat je speelt tegen een geslepen, uitstekend uit de voeten kunnende tegenstander die hier op weg gaat naar kans nummer 1. En het schot wordt uit de hoek gehaald. Easy woe. Supporters geven nog een keer alles en verwachten dat van hun spelers ook. Pusic coach. Ja, is het toch. Tien minuten voorbij zonder noemenswaardige kansen, maar je proeft wel de spanning. Je zag ook de felle tackle van Lam, maar die mocht. Jensen getroffen, dan valt het allemaal wel mee. Holla nu met de vrije trapper. De kopbal is dan uiteindelijk naast van Teska. Zendler. Mooie paas van Thomas. Mokhtar. Mokhtar met Van der Lelie. Mokhtar met een prachtige beweging en een schot wat terecht in de handen terecht komt van Drommel. Maar de pirouette was al aardigst. Asaidi. Voor het doel is weer Jensen. En die wordt nu verdediger van den Berg. Maar in tweede instantie is daar Van der Lely die kan binnenschieten. Omdat Van den Berg hem in zijn voeten speelt. Ja, die mazzel moet je dan een beetje hebben. En dus in de 21ste minuut veel vreugde bij de Twente supporters. En hier en daar een minzaam glimlachje in de wetenschap. Ja, het is nog niet zover. Nee, natuurlijk niet. Maar het begin is er. Van der Lely met zijn eerste van het seizoen. Ja, het is een verdediger, hè? Lam, Asaidi, aangepakt door Dekker. Goed gedaan, voordeel gegeven. Hoe pakt dat uit? Nou, Lam, als je rustig blijft. Oh, je geeft hem te zachtjes. Dit had 2-0 moeten zijn voor Twente. Maar de redding is van Sendler. Maar hij krijgt de gelegenheid om te redden. Omdat hij het niet zelf durft af te maken en het afschuiven zo zachtjes doet dat hij kan ingrijpen. Sendler tekort, Sendler tekort. Het loopt goed af voor PEC Zwolle. Want Boer is dapper. En Asaidi is ook niet iemand die dat helemaal tot het uiterste uitspeelt. Met respect voor de tegenstander. En Pusic is boos, want dit was weer zo'n gelegenheid. De kopbal van Bijen. Uiteindelijk Sendler. Van den Berg. En zelfs Boer onder de indruk van het doorjagen, in dit geval van Tiga Arduini. Van den Berg houdt dan vast, pak een gele kaart. Ja, Maher is slim. Zo zeg. Aait Boer die bal nog over. Ja. Hij staat daar, Boer, dus hij moet hem daar wel
ook hebben als doelman, maar het was een verdwaaid lastige klus. Saïdi met een beetje geluk. Ruimte heeft Tiga Arouini. Want daar is Eiziboué nog niet. Dus kan hij binnendoor. Daar Maria en die schuift hem onder de keeper. Het is 2-0. Mikael Maria. Ja, hij loopt daar nog vrij rond. Maar hij zal besprongen worden. Onder andere door Maher. Wat doet hij dat rustig? De jongen die speelt omdat Cuevas zijn 12e gele kaart zit te verorberen. Balletje binnendoor. En dit doet hij goed hoor. Schuift hem precies onder de uitkomende doelman Boer door. Tiga Arouini. Asaidi. En daar was ook Mokta. Van der Lely goed opgesteld. Jens. Applaus voor Twente dat scherp is in die beginfase van de tweede helft. Maria. Het is geen gelukkige avond voor Kingsley Eiziboué. Veel beweging, onder andere bij Bijen. En daar is de mogelijkheid voor Holle. Goed beheerst. Testen in de eerste helft als Boeren met een prachtige vrije trap. Nou, dat had toch een beetje de schijn van een aanval. Slecht geschoten uiteindelijk door Namli. Maar het blijft toch maar erg povertjes wat de mannen van Schip laten zien. Twente knokt, gooit er nog altijd meer energie, kracht en flair in dan PEC Zwolle doet. En dus zingen de supporters, want die eerste overwinning van 2018 komt al dichter en dichterbij. Hoekschop. Maher kan de bal vervaarlijk voorgeven. En kijk eens, zo vervaarlijk dat hij op de onderkant van de lat wordt gekopt. Wat een knallende kopbal van Lam. Zo mooi. Eigenlijk is dit mooier dan erin. Vreugde voor vandaag. En vier het voor wat het waard is. Weer een teleurstellende wedstrijd voor de mannen van het Schip. Het grote contrast tussen de eerste seizoenshelft en de tweede seizoenshelft. Bij PEC Zwolle zo langzamerhand. Steeds blijer moet zijn met die geweldige eerste seizoenshelft. Want de tweede wordt er niet veel van gebakken. Ze hebben slechts 11 punten gehaald. Tegen Twente vandaag. Tot vandaag de slechtste, allerslechtste van 2018. En die komen tot op 3 punten, want die pakken er 3 vandaag. Wat belangrijker is, is dat Twente inloopt op de concurrenten Sparta en Roda. Sparta. Sparta vooral. Half minuutje nog. Drommel heeft hem. Van Boekel loopt richting de middenlijn. Verkozen tot man van de wedstrijd. Is ook wel eens mooi voor Jeroen van der Lely. En hij opende de score. En dus zal het hier in Enschede vanavond nog lang onrustig blijven. Maar wat Twente vooral heeft laten zien in de tweede helft is dat strijdlust ook een wapen is. Twente maakt het onderin allemaal nog even extra spannend. Dat is mooi.
En wat het verdere allemaal zal opleveren, dat is nog maar af te wachten.